Welkom bij de wedstrijd NAC Ajax. En ik speel NAC. Nou, ik hoop dat ik van Ajax ga winnen en dan ga ik een paar mooie goals. Ja, ik ga zoveel mooie goals voor jullie maken. En dan, ik hoop dat je een beetje wat van leert. Je moet altijd gewoon rustig overtikken. Oh, dan ga ik trap. Allee, buitenspel. Dus nu krijgt Ajax erin. Zie je dat? Eerste goal. Dus ik zet 1-1 voor. In de 6e minuut van Ryan Poupon. Dat was een goede actie van NAC. En nu hebben we corner. Matic. Boom. Oh, de paal. Hey, als je op de paal of lat schiet, dan gaat je controle trillen. Dus dan weet je dat het op de paal of lat komt. En als je zit, dan ja, dat doe je niks. Heb je hem gescoord. Oh. Ja, dat was even slecht. Je kan ook heel goed druk zetten, dan maak je het Ajax moeilijk mee. Kan ook stiftje? Oh, net over. Van Matic. Het was een zwakke been, zoals je hoort. Hier is Parizia, 1-1. Oh, slecht, ja. Yes, goal. Goal van Matic. Een blunder van de keeper zie je wel, dus die had hij makkelijk kunnen hebben. Maar ja, die kunnen de keepers ook maken. Ajax stond op de 16. Nee. Oh yes. Blunder van de speler natuurlijk. Want hij lag tegen de paal. Nak. Na Parizia. Parizia. Die is iets te sloom. En dan gaat Poupon erop af. Oh.
Nou, wij gaan meerdere wedstrijden maken voor kinderen die nog niet zo goed in FIFA zijn. Dan kan je een beetje leren. Ze leggen het heel goed uit. En een paar kinderen van mijn klas doen het ook. En ja. En we gaan ook allemaal andere games en dan. Hoe heet het? Dus dan kan je van ons leren. Nou, dat was slecht voor mij, maar dus wij hebben met de klas hebben een YouTube-account aangemaakt en dan gaan we allemaal games doen en dan allemaal kinderen die het nog kunnen leren, dan krijgen we geld en dat doen we. En dan het geld geven aan het goede doel, dus ik hoop dat je heel veel likes geeft en abonneert onze filmpjes. En dan kan je kinderen uit Zuid-Afrika mee helpen voor het geld. En dan kunnen die ook een PlayStation komen. Dan kunnen ze ook lekker voetballen en zich vermaken. En hier is de tweede helft van mijn neef Max. Ja, oké. Okay. Waarom ben je nak? Kijken wat deel 2 voor ons in petto heeft. Nou, en we gaan zoals hij al zei, nog meer games doen. Helemaal gestrest worden. Buitenspel. What the fuck? Erg slecht. Op welk niveau is dat dit? Hè? Op welk niveau? De... Serieus? Ja. En we hebben ook iemand uit onze klas en die gaat loomen. Dat is een nieuwe rage met al die bandjes. Fuck, ik ben heel slecht. En ik ga ook nog GTA met iemand doen. Ja, ik kan zelf ook GTA doen. Kom. Hij gaat het meest GTA doen. Ik ga alleen maar. Het is nu 1-1. Lasse Schöne scoort een heel mooi goal. Maar ik kan gewoon echt niet FIFA met mij. Godver. Nou, en ik ga heel veel Assassin's Creed ook spelen. En ik ga ook Call of Duty met MW3, dus dan kan je ook allemaal geld geven en dan geven wij het aan het goede doen. Dus ik zal zeggen, like onze filmpjes, krijgen we geld en geef het aan het geef het aan Tools to Work en zo. Hop, zijn eigen goals. Ja, jongen. Zo lekker. Wie is dit? Oh, ik kan echt niet voetballen met elkaar, hè? Ja. Waarom heb je nak gekozen? Ja, en de Eredivisie. Kijk dit. Bam! Die is gek, goede pas. Maar die gaat over de zijlijn. Hele mooie actie van NAC. Oh, hij komt toe van een blunder. Kijk, net als dit is loonbandjes en zo en die gaan wij ook allemaal maken.
Steve wel en Lars. Oh, dus ze gaan allemaal Minecraften. Ja. Geef ze het ook aan het goede doel. De coach kiest in de tweede helft voor vers bloed. Hij wil meer actie zien en dus moest er iets gebeuren. Hendrico Dorst. Ja, Hendrico Dorst. Op een wel heel belangrijk moment. De wedstrijd loopt tegen het einde. En 2-1 voor een mooi goal van Stippe Peritja. Lekker haaien, hè? Lekker. Kutjes Ajax. Je zei net nog dat het 1-1 was. Zo'n grapje dat jij een beetje gaat voetballen. Hè? Oh nee! What the fuck? Spierblessure van Stippe Peritja. Wat heeft die? Uit de verstrekte hamstring. Verrekte. Hamstring. Nou, weet je waarom zet ik mijn bal was in? Zeker. Ah joh, ben even sportief Ajax. En gooi je het er even uit. Ajax is niet zo sportief. Ja, is wel. Babels erin. De coach zet een verse kracht in om het tempo hoog te houden en om de voorsprong veilig te stellen. Babels. Bereik ze vroeg genomen die kopbal. Scherp verdedigd. Een zulke actie spelen bij zijn beslissen. Pakman gaat weg naar Nak, hè? Echt? Ja, die gaat naar Afrika. Leuk. Ik heb echt dodelijke schijt aan. Sorry hoor. Nou, dit was het. Ik hoop dat je er veel van geleerd. En ja, like ze en abonneer ze.